Lekker rustig aan het vissen hier vandaag? Ja, lekker. Een wedstrijdje van de Heideweek. Een wedstrijdje zelfs. Dan kan je nog wat mee winnen dan? Of? Een beker en een waardebon. Maar gewoon, het is gewoon leuk. Ja, voor de ontspanning dat u hier bent? Ja, ontspanning. Gewoon, je wil winnen, hè. Dat is de bedoeling. Wanneer wint u? Als je de meeste gewicht vangt aan vissen. Alles bij elkaar opgeteld. Ja, hij zal wel winnen, die buurman. Die winnen wel, denk ik. Is wel goed vertrouwen in jezelf? Nee, ik zie het hier niet zitten. Ja, ik doe hier al jaren aan mee. Omdat ik het voor me een hele gezellige bezigheid vind. Nou, we zijn ondertussen al voor de 25 of 26 keer bezig hier. Een beetje traditie geworden tijdens de Heideweek ook. Nou, je kunt het merken, ook de Heidekoningin en dergelijke, die zijn net weg. Helaas, maar ze weten ons toch nog gelukkig te vinden. Nou, hartstikke leuk, je merkt het. We treffen het ontzettend met weer. Vorig jaar moesten we helaas verstek laten gaan vanwege het feit dat die blauwalg in de vijver zat. Nou, dit jaar hebben we het helemaal weer super voor elkaar. Nou, je merkt het, de sfeer is goed. De vissers hebben er zin in. Ik weet niet of dat de vissen er zin in hebben, maar dat zien we aan het eind van de avond. Ja, nou en ja, we hopen dat het toch een geslaagd evenement is. Ik heb me heel goed voorbereid, ja. Wat heb je er zo meegenomen dan? Het voer allemaal, maden, kazen, mais. Een beetje pellets en dan proberen de vis te lokken. Waarom gaan die vissen dan op uw hengel af? Omdat ik het lekkerste voer heb. Hoop ik. Verwacht u dan wel dat u gaat winnen? Of? Nou, ik ga het wel proberen. Ik heb hem al een paar jaar terug heb ik hem gewonnen. Ik ben een keer de eerste geworden, ik ben een derde geworden, een keer vijfde. Dus ik ben ook wel eens koning vissen hier gereden geweest. Dus dat lukt allemaal nog wel. Waar bent u nu al? Ik heb één visje nu. Dus er moet nog wel een paar bij komen. Een zware vis ook al? Nee, eentje van 200 gram. Dus dat valt nog wel mee. Ik denk een 30 ongeveer op het moment.